Dag allemaal, welkom. Anne-Claire Mulman hier. Onze website is www.cvowi.eu, Church Without Walls International, een netwerk van huiskerken. Goed, vorige week heb ik gedeeld onze reis van traditionele kerk, om het zo maar te noemen, samenkomen in een gebouw, naar huiskerk. En dat heeft misschien wat vragen bij je doen opwekken. Dat je denkt van ja, maar is dat nou iets nieuws, die huiskerk? Ik hoorde wel eens over, hoe zit dat nou precies? Of is huiskerk iets waar God eigenlijk nooit het huis verlaten heeft? Nou, dat is een hele goede vraag, want om zeker te weten dat huiskerk iets is wat God nu niet alleen aan het doen is, maar altijd al gedaan heeft, moeten we uiteraard gaan kijken in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament, door de geschiedenis heen en wat hij vandaag de dag doet. Dus het woord en de geest moeten samen kloppen en moeten het eens zijn met elkaar. En we weten ook dat de traditionele structuur van de kerk, zoals we dat vandaag de dag kennen, een gebouw en de pastor, leider, een beetje een piramide zeg maar, hè? Mozes aan de top, de voorganger aan de top en de mensen daaronder, dat dat begonnen is na 313 na Christus in het edict van Milaan. De eerste 300 jaar kwamen de christenen exclusief in huizen bij elkaar. En toen hebben ze inderdaad de hele Romeinse wereld op zijn kop gezet en met het evangelie bereikt. En daarna, nadat ze uit de huizen waren gegaan en in de gebouwen kwamen door Constantijn, die zei van, ik geloof dat zijn vrouw christen werd, die zei van, nou wees welkom hè, al die heidense tempels, die moeten we nu maar gaan gebruiken voor de christenen. Dus hij riep ze uit hun huizen naar de gebouwen toe. En vanaf die tijd is er eigenlijk een teruggang gekomen. Maar God, dit moet je weten over God, dat hij iedere structuur of wat we hem geven gebruikt, zoveel mogelijk. Waarom? Omdat het zijn hart is om de hele aarde te vervullen met hemzelf. Dat begon al dat gebod wat hij gaf aan Adam en Eva, om de aarde vruchtbaar te maken, te vervullen. En God heeft dat hart zelf ook, dat hij het hele universum en de hele wereld wil vullen met zichzelf. Dus wat wij hem ook geven, welke structuur ook, hij probeert er zoveel mogelijk als de mens hem toestaat, te bewegen en dat op te vullen. Maar is het Gods perfecte plan? En dan samenkomen in een gebouw, ja of nee? Of is zijn hart altijd in huis en in de familie geweest? En daarvoor moeten we uiteraard gaan kijken naar de Bijbel. Dan beginnen we met Genesis. Je weet Genesis, God schiep de hof van Eden, schiep Adam en Eva. Hij plaatste ze in de hof en dan staat dat hij met hen wandelde. En hij gaf openbaring aan Adam van hoe hij de dieren moest noemen. Daar had hij wijsheid voor nodig. En hij vertelde, oké, plant dit en dan doe dit en doe dat. En God liep met hen, wandelde met hen, zij wandelden met hem. Dus dat was, zou je kunnen zeggen, de eerste huiskerk. God die bedacht dus een familie. En hij bedacht de structuur dat hij daar deel van zou zijn. En met de familie, met het gezin zou zijn. Oké, dan gaan we daarna naar Genesis, hoofdstuk 18. Vinden we geweldig iets over Abraham. Over de Heer die van plan is om Sodom en Gomorra te vernietigen. Daarvoor is hij met twee engelen, komt hij bij Abraham aan. Heeft een maaltijd met Abraham. En Abraham heeft eerst niet door dat het de Heer is. En dan denkt God bij zichzelf, dat is de Heer trouwens. Hè? Niet God de Vader, maar de Heer die daar in menselijke vorm komt. Die zegt, hij dacht, staat hier, hè? Genesis 18 vers 17. Zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Abraham immers zal voorzeker tot een groot en machtig volk worden. En met hem zullen alle volken de aarde gezegend worden. Want, en daar komt het, ik heb hem gekend. Opdat hij gebieden zou dat zijn zonen en zijn huis na hem de weg des Heren zouden bewandelen. Door gerechtigheid en recht te doen. Wauw. Dus de Heer zei, oké, ik ken Abraham en ik weet dat hij zijn huis, zijn kinderen en zijn huishouden de weg des Heren gaat vertellen. Dat is heel bijzonder. Hè? Als jij de Heer kent en hij kent jou, dan wil hij openbaring geven. Maakt niet uit met hoeveel je samen bent. Ook al kom je alleen met je echtgenoot samen. Ook ben je alleen met één of twee vrienden. Als de Heer, dan is de Heer daar in het midden en hij wil openbaring geven. Zoals hij dat hier doet in Genesis 18. Wauw. Dus het huis was een plek waar de Heer en waar zijn wegen, dat van het huis van Abraham, waar de Heer en zijn wegen woonden. Goed, dus het was de kwaliteit van Abrahams gezinsleven waardoor hij informatie kon geven. Dan gaan we naar Deuteronomium, de teksten die je kent. Door heel Deuteronomium heen staat het. Oké, bijvoorbeeld hier zal ik het eventjes opzoeken. Ik heb het net in het Engels gelezen, maar hoe staat het hier in het Nederlands? Hier staat, wat ik u gebieden zal in je hart zijn. En dan zul je daarover je kinderen inprenten, daarover spreken, wanneer je in je huis zit, wanneer je onderweg bent, wanneer je neerlegt
en wanneer je opstaat. Met andere woorden, de hele dag door. Het is een deel van je leven. Het is in je hart en het is logisch dat je daarover spreekt met je kinderen. En ergens anders staat ook, je zult er ook je kleinkinderen leren. Dat mag ook, je kleinkinderen, deel van jouw gezin. En de wegen van de Heer leren. Dan gaan we naar Spreuken, het boek Salomo. Salomo die herhaalde vaak wat zijn vader David hem geleerd had. He, in Spreuken, laten we even gaan naar Spreuken, hoofdstuk 4, vers 4. Laat ik het even opzoeken. Daar zegt hij, wij denken altijd dat we het hebben over God de Vader. Spreuken, hoofdstuk 4, vers 4. Maar dat is hier Salomo die spreekt over zijn vader David. Spreuken 4, want toen is het vers 3 in de Nederlandse Bijbel. Hij zegt, want toen ik nog als zoon bij mijn vader was, dat was zijn David, teder en enig kind voor het aangezicht van mijn moeder, Bethseba, onderwees hij mij en zeide tot mij, laat uw hart mijn woorden vasthouden, onderhoud mijn geboden, opdat gij moog leven. Verwerf wijsheid en verwerf inzicht en vergeet niet en wijk niet af van de woorden van mijn mond. He, dus David leerde hem de dingen van de Heer. Heel bijzonder, in een huis, gewoon in het gezin David en Bathseba samen. Dan gaan we eventjes kijken, het boek van Richteren natuurlijk. Deborah, ze was de eerste richteres, hoe zeg je dat? En zij leidde het volk Israël, ze wordt genoemd een moeder van Israël, moeder. En dan in Jozua 24, vers 15, daar staat maar voor ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. He, dan zien we Elia bijvoorbeeld, die werd weggenomen door zo'n vurige wagen. En Elisa die daarbij hem staat, die roept het uit en zegt, mijn vader. Zij hadden een vader-zoonband. He, en Elia, die leerde hem en onderwees hem zoals zijn vader zijn zoon doet. Dan in Maleachi, het laatste boek van het Oude Testament. Laten we daar eventjes naartoe gaan. Maleachi, daar staat dat God het hart van de vaderen weer terug doet keren. Naar de zonen en het hart van de zonen weer terug naar de vaderen. Zie je, het hart van de zonen weer terug naar de vader, van de vader weer terug naar de zonen. Waarom? Omdat God beweegt in families en in gezinnen. Dus vanuit Genesis, door het hele Oude Testament heen, zien we, en God had het bepaald, dat het huis de centrale plek is om hem te kennen, om over hem te leren, om over hem op te groeien, om de wegen van de Heer te leren kennen. En toen dan in Pinksteren, zeg maar, de gemeente begon. En het de church age, zeg je in Engels. Dus eigenlijk, hoe zeggen we dat? Nee, ik zou niet weten. Maar in ieder geval de gemeente begon. Was het samenkomen in huizen normaal? Want dat deden ze al, dus daar gingen ze mee door. Dus toen constant zijn in het jaar 300 de christenen uit hun home, uit hun huizen haalden in een gebouw. Dat was het idee van mensen. Het was niet dat God zei, oké, nu zijn jullie volwassen genoeg. Jullie hebben genoeg geleerd in de eerste 300 jaar. Nu mag je in het gebouw. Nee, het was een idee van mens. Het was niet Gods idee, maar zoals ik al zei, God beweegt en hij probeert te vullen welke structuur hij ook krijgt. Maar het was nog steeds zijn hart en zijn beste manier om in het huis te zijn. Huizen samen verbonden met elkaar, families en gezinnen met elkaar verbonden. En daar wil de Heer bewegen. Dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Een paar gevallen waarin het huis een belangrijke rol speelde. En dat gebeurde dus niet in een gebouw. En vaak denken we dat de wonderen en de tekenen zijn in het gebouw. Je moet naar de kerk. Je neemt je vrienden mee omdat ze tot bekering komen in de kerk. Hebben ze genezing nodig? Ga je naar een evangelist en daar is niks mis mee. Maar dan ga je ergens naartoe. Waarom niet thuis? Waarom niet bij jou thuis? God is dezelfde, Christus in ons. Dus het eerste wonder wat Jezus deed, hij veranderde water in wijn, gebeurde in een huis. Tijdens een huwelijk. Jezus leerde en hij genas in huizen. Een voorbeeldje daarvan is de schoonmoeder van Petrus, die ernstig ziek was. En Jezus ging naar het huis en hij genas haar. We hebben natuurlijk Pinksteren vond plaats in een huis van de Staten. Dat het vuur kwam en die wind. En dat die vuurtongen van vuur het hele huis vulde waar zij gezeten waren. Ze waren op een bovenkamer in een huis. Dorcas, zij kwam weer terug uit de dood. Ze was overleden. Maar ze hebben haar uit de dood opgewekt in een huis. In haar eigen huis. In haar slaapkamer. En de apostelen en later ook Paulus, zij gaven onderwijs in huizen. En dan staat dat Saulus inderdaad de gemeente, hoe zeg je dat, made havoc of the church, Handelingen 8, laat ik even gaan kijken. Dat hij de gemeente wilde terroriseren, dat deed hij eigenlijk. Handelingen 8, vers 3, hoe staat dat in de Nederlandse Bijbel? Even zien, daar staat,
Hij verwoestte de gemeente, moet je nagaan, dat was zo. Hè? Hij verwoestte de gemeente en hij ging het ene huis na het andere binnen. Wauw, hij verwoestte de gemeente. En dan denken we, oké, dan ging hij naar dat gebouw toe of zo. Op een zondagochtend haalde hij iedereen weg. Nee, hij ging het ene huis na het andere binnen. He, dus als mensen hem, als hij gevraagd had aan mensen van waar komt de gemeente samen, dan zeiden ze oké, die komt in dat huis en dat huis en dat huis. Daarom ging hij van het ene huis naar het andere huis. Wow. Dat was dus Saulus. En wat hebben we nog meer? Nou, Cornelius. Hij werd gered in een huis en later vervuld met de Heilige Geest in een huis. Handelingen 11, vind je dat? En Handelingen 12 bijvoorbeeld, als je daar even naartoe gaat, dan vind je daar een groep gelovigen. En die zijn aan het bidden voor Petrus. Hij had in de gevangenis gezeten, is net uit de gevangenis gekomen en door een engel. En dan staat wanneer hij weer bij zichzelf kwam, bij zinnen eigenlijk, en dat overdacht wat hem gebeurd was, dat die engel hem vrijgelaten had, ging hij naar het huis van Maria, waar velen waren samengekomen om te bidden. Ze kwamen samen in het huis van Maria en zij waren de gemeente daar. En zij baren en Petrus werd vrijgezet door die engel. In Handeling 16, Paulus komt aan in Filippen. En de Joden daar, die kwamen toen de tijd samen aan de rivier. Waarom? Omdat er nog geen 10 gezinnen waren. Dat was een beetje de regel. Als je 10 mannen had of 10 gezinnen, dan kon je dus een synagoge beginnen. En die synagogen kwamen ook samen in huizen. En maar dat waren ze, er waren nog geen 10 Joden. Dus ze kwamen samen bij de rivier. In dit geval kwamen de vrouwen er bij elkaar. En daar staat in Handelingen 16, laten we eens eventjes lezen. In Filippi, even kijken hoor. Paulus zegt, we gingen de rivier langs waar wij verwachten dat de gebedsplaats zou zijn. En we spraken tot de vrouwen die samengekomen waren. En dat was een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God vereerde. Dus zij kende God, ze vereerde God wel. Ze hoorde toe en de Heere opende haar hart, zodat ze aandacht schonk door hetgeen door Paulus gezegd werd. En toen zij gedoopt was en naar huis, nodigde zij ons uit, zeggende, indien gij van oordeel bent dat ik de Heer getrouw ben, neem dan uw intrek in mijn huis. En dat was het begin van de gemeente in Filippi. Dus als jij in je Bijbel gaat naar het boek Filippenzen, staat er al eens bij stil dat het boek Filippenzen geschreven werd aan Lydia en aan de gemeente die bij haar in huis kwam. Bijzonder toch? Misschien heb je daar nooit over nagedacht, maar zo is het wel. Goed, gaan we naar Handelingen 17. Dat vind je Thessalonica. Paulus die was daar aan het onderwijzen in de synagoge. En er staat, sommigen van hen geloofden. En dan staat het in vers 5. Of er werden door de Joden, zeg maar, die niet wilden geloven. Die zorgden ervoor dat er een oproer kwam. En dan staat vers 5. Zij stormden toen op het huis van Jason aan. Waarom op het huis van Jason? Omdat de gemeente daar samenkwam. Dus als je de brief van Thessalonicenzen leest, die werd geschreven aan het huis van Jason en aan de mensen die bij hem in huis kwamen. Wauw, dat was het begin van de gemeente in Thessalonica. Als je dan naar Handelingen 18 gaat, vers 1 tot 8, vind je Korinthe. En dan staat dat Paulus naar het huis ging van Justus. Hij was een Romein. In Korinthe had je Romeinen en je had Joden en je had heidenen. Die tot geloof kwamen en samenkwamen. En die kwamen samen in het huis van die Justus of Titius Justus. Romeinen 16, daar zegt Paulus als groet. Vers 3 tot 5, groet dan ook Priscilla en Aquila en de gemeente bij hen aan huis. Zij hadden een gemeente, trouwens Priscilla en Aquila kwamen ook later in Efeze, hadden ook in Efeze een gemeente aan huis. Dus waar zij naartoe gingen, overal hadden zij begonnen, zij en nodigden zij mensen uit en hadden ze een gemeente bij hen aan huis. Colossense, vers 4 tot 15, daar staat groet Nympha en de gemeente bij haar aan huis. Filemon, vers 2, staat en de gemeente in uw huis. En Filemon, hij woonde in Colosse. In Colosse, net zoals Nympha dat ook deed. Wauw. En dan heb je, als het gaat over huizen, veel later in 2 Johannes, vers 10. Hè, waar Johannes dus inderdaad informatie geeft en waarschuwingen. En hij zegt, zie, als iemand tot je komt en die brengt deze leer niet, ontvang hem dan niet in uw huis. Hij zegt niet, ontvang hem niet in uw kerk. Hij zegt, ontvang hem niet in uw huis. Waarom niet? Omdat de gemeente samenkwam in huizen. Nog steeds. Wauw, heel bijzonder. Dus, dat zet de context. Het Nieuwe Testament. Al die boeken in het Nieuwe Testament, die brieven werden geschreven aan mensen in huiskerk, die huiskerk deden. Die in huizen samenkwamen, relatiegericht, familiegericht. Geschreven door mensen die huiskerk deden. Een Paulus en een Petrus en een Timotheus en noem maar op. Zij deden huiskerk, ze gingen van huis naar huis.
En ze kenden de mens. Heel bijzonder is dat. Dat is de context van het Nieuwe Testament. God is nooit weggegaan uit het huis. Hij begon in Genesis. En dat zet vaak de context. Wat hij in Genesis doet, dat is zijn hart. Ongeacht wat mensen daarmee doen. En dan hoeven we soms de andere kant op gaan. Maar uiteindelijk, zoals God zei tegen een goede vriend van ons, zei: zoals het in het begin was, zo zal het ook nu zijn. Ik ben aan het werk in relaties. En tegen ons zei in 1980, de getuigenissen van mijn eerste getuigen zullen ook de getuigenissen zijn van mijn laatste getuigen. God doet hetzelfde weer. Wat hij deed in Handelingen, dat is hij nu weer aan het doen. Is huiskijken iets nieuws? Nee. Het is er altijd geweest door de geschiedenis heen. En God heeft altijd gewerkt in huis. En hij doet het ook vandaag de dag. En wonderen en tekenen en genezingen en openbaringen vinden plaats gewoon in huizen. Bijzonder, hè? Wil je er meer over weten, ga naar onze website cwowi.eu of naar supernaturalhousechurch.org. Tot de volgende keer. Dag.